In de Tweede Wereldoorlog heeft Duitsland 146.000 kilo goud uit de kluizen van de Nederlandse bank geroofd. Via Berlijn is dat goud in Zwitserland terechtgekomen. En het meeste daarvan heeft Nederland na de oorlog nooit meer teruggezien. Nou, Nederland had nog wat goud liggen in 1940 toen de Duitsers binnenvielen. Ongeveer 80% van het goud van de Nederlandse bank was veilig naar het buitenland gebracht. Maar er lag nog 20% van het goud in de kluizen van de Nederlandse bank. En een van de eerste maatregelen in de zomer van 1940 was dat alle Nederlanders hun gouden munten moesten inleveren bij de Nederlandse bank. En dat heeft de Nederlandse bevolking massaal gedaan. Het goud, de gouden munten, werden ingeleverd bij de Nederlandse bank. En het was nog niet gebeurd of de Duitsers verklaarden of die gaven een opdracht om dat goud, die ingeleverde munten, naar Berlijn af te voeren. En daarmee begon eigenlijk in oktober 1940 de gestage afvoer van het goud dat Nederland had en dat bij de Nederlandse bank lag, naar Berlijn. Het ging allemaal naar de Rijksbank toe en in etappes is het tussen 1940 en 1945 is eigenlijk al het goud wat er was, is afgevoerd. Over hoeveel ton praten we dan? Nou, in totaal was het iets van 146.000 kilo goud wat van Amsterdam, Rotterdam, de verschillende andere bijkantoren van de Nederlandse bank naar Berlijn is afgevoerd. En bij de Rijksbank deden ze er eigenlijk het volgende mee. Ze gebruikten dat goud om aan deviezen te komen. Duitsland, Nazi-Duitsland, zijn eigen geld, Rijksmark, was niks waard. Dus men had heel erg behoefte aan harde deviezen waar men op de internationale markt spullen mee kon kopen voor de oorlogsindustrie. En men verkocht dat goud wat men geroofd had uit Nederland, uit België, Tsjechië, Polen, al die landen. Men verkocht dat goud aan Zwitserland. En de Zwitsers hebben dat massaal afgenomen. Die hebben iets van 380 of 360.000 kilo goud van de Rijksbank afgenomen tijdens de oorlog, wetende dat dat natuurlijk geroofd goud was van de bezette landen. Hoe is het na de oorlog verder gegaan? Nou, in 1946 sloten de Amerikanen een deal met de Zwitsers, waarbij de Zwitsers zeiden, oké, we geven wat goud terug aan die goudpool, zodat het verdeeld kan worden onder de landen die bestolen zijn door de nazi's. Maar dat was maar een heel klein deel van wat ze feitelijk hadden afgenomen van Duitsland. En in dat akkoord stond ook dat men in de toekomst altijd gevrijwaard zou blijven van toekomstige claims. En daar hebben de Zwitsers zich in al die jaren daarna altijd door beroepen, als Nederland bijvoorbeeld terugkwam en zei van, hé, jullie hebben nog ontzettend veel goud van ons liggen, dat willen we terug hebben. En dan zeiden de Zwitsers, nee hoor, we hebben afgesproken dat we nooit meer een cent zouden betalen, of een gram zouden betalen. En zo heeft Nederland toch wel een jaar of 10 erge moeite gedaan om iets van Zwitserland nog extra terug te krijgen. Daarna heeft men het eigenlijk laten zitten. En in 1998 en in 2000 heeft het kabinet, het toenmalige Tweede Paarse kabinet, heeft eigenlijk besloten, nou laat het nou maar voorbij zijn, want het schiet niet op en er gebeurt toch niks. En stilzwijgend hebben we eigenlijk onze claim op Zwitserland laten lopen. Maar het is wel een claim van nog altijd iets van 61.000 kilo goud, met een tegenwoordige waarde, een huidige waarde van toch pakweg zeg maar 2 miljard euro. Dus het is een enorm bedrag aan goud van ons, van Nederland, wat nog altijd in Zwitserland ligt, waarvan we niet eens weten en de Kamer ook niet over is geïnformeerd dat we die claim eigenlijk hebben laten lopen. En ik vind dat we daar toch wel eens een keer wat meer reuring aan over zouden moeten maken en meer aandacht aan zouden moeten geven. Dit historische gegeven heb je nu gebruikt voor een boek, een fictief boek. Nou, het boek is fiction, zoals dat tegenwoordig heet. Het zijn dus historische gegevens vermengd met een verzonnen plot, een verzonnen verhaal. En in Fout Goud gaat het eigenlijk over dat de hoofdpersoon 15 gouden muntjes vindt die van zijn grootmoeder zijn en die uit de oorlog komen. En dan wil hij eigenlijk wel eens weten wat er precies gebeurd is. En dan gaat hij eigenlijk op zoek, op speurtocht, en dan volgt hij het historische pad van het goud van Amsterdam naar Berlijn en van Berlijn naar Zwitserland. En uiteindelijk, ja, terwijl hij dat allemaal doet, ontdekt hij natuurlijk wat er daadwerkelijk in het verleden allemaal gebeurd is.